De Amerikaanse koffieketen Starbucks opent binnenkort haar tweede vestiging in Eindhoven. Op Eindhoven Airport is de koffietent net een maand open en nu is een tweede filiaal officieel aangekondigd. Die komt op het Centraal Station. De vestiging moet na de verbouwing van het station komen op de plek waar eerst de Free Record Shop zat. Dat is aan de kant van het centrum. Tijdens de werkzaamheden komt er eerst een tijdelijke unit. De eerste kopjes koffie moeten daar in september of oktober kunnen worden gezet.